Kerngezond TV is powered by EVT. Hartelijk welkom bij een nieuwe aflevering van Kerngezond TV vanaf Recreatiepark De Lijstert in Roggel. Het beproefde recept vandaag weer: gezond bewegen, gezonde voeding en gezond gedrag met inspiratie van topsporters. En vandaag is dat Angela Steenbakkers, tophandbalster bij Dalsen en binnenkort in de Bundesliga in Duitsland. Maar eerst het kerngezonde nieuws van deze week. De leerlingen van de basisscholen in Zevenum bezochten onlangs zorgboerderij Vorsterhand. Daar leerden ze alles over de teelt van biologische witlof. En uiteraard kregen de kinderen een uitgebreide rondleiding van eigenaresse Toos en haar hulleboeren. Daarna konden de leerlingen in de moestuin zelf ontdekken welke groenten hier allemaal staan. En maakten ze eiersalade in een witlofplaatje. De leerlingen van basisschool De Leerlings uit Halen waren onlangs te gast bij Kriens Blueberries. Hier leerden ze niet alleen alles over blauwe bessen, maar ook over de asperges die er geteeld worden. Natuurlijk kregen de kinderen ook een rondleiding en moesten ze tijdens een speurtocht allemaal kerngezonde vragen beantwoorden. En tot slot werden ook heerlijke tractaties gemaakt in de vorm van fruittaartjes. De basisschoolleerlingen uit Reuver sloten hun kerngezonde lessen af met een speurtocht op vakantiepark De Lommerbergen. Ook speelden ze er allerlei spellen waarbij samenwerking het toverwoord was en ze konden hun eigen moestuintjes samenstellen. Tijd voor de foto's van de week. Mag ik jullie voorstellen aan Steve en Niek uit Maasbree samen met hun gezonde vriendjes. En Sien uit Zevenum heeft haar kerngezonde gedachten even voor ons op papier gezet. Blijf die foto's insturen, doe dat naar info@wijzijnkerngezond.nl. Elke week stellen we enkele kerngezonde vragen aan een topsporter. En vandaag is dat... Ik ben Angela Steenbakkers, ben 23 jaar. Mijn sport is handbal. Ik heb afgelopen seizoenen bij landskampioen Dalfsen gehandbald in de Eredivisie. En ga aankomend seizoen bij Bloemberg handballen in de Eerste Bundesliga. En de beste prestaties zijn 7 interlands bij het A-team en de triple bij Dalfsen. Je gaat nou naar de Bundesliga, naar Duitsland. Waarom? Toch voor mezelf een extra prikkel te geven. Fysiek is het gewoon hoger, zwaarder en tactisch is het ook gewoon een sterker spelletje. Dus, voor dames is Duitsland een van de sterkste landen van de wereld, de sterkste competities. Ja, ja, ja. En dan maak je ook de sprong, want hier moet je naast handballen werken en studeren. En nou is handbal dus je werk als je naar Duitsland gaat, hè? Ja, dat klopt. Dat is wel even een verandering. Het wordt wel echt, gewoon echt je werk. Je verdient daar je geld mee. En hier was het echt mijn hobby en in de vrije tijd, daar was ik aan het trainen. Dus de auto van de club, appartement van de club hoor ik al. Ja. En hoe staat het met je Duits? Niet zo heel goed. Kunnen we even oefenen? Ja, is goed. Ik zeg het in het Nederlands en jij in het Duits. Hoe gaat het met je? Wie geht es mit dir? Zeer goed, dank. En wat is jammer op zijn Duits? Schade. Dat kan ook. Je mag ook gewoon scheisse. Oh, scheisse, ja, oké. En jij bent linkerhoekspeelster, hè? Weet je wat de naam is voor een snelle linkerhoekspeelster? Een snelle linkerhoekspeelster, zoals jij. Mag je me dat zeggen? Een flügelflitser, ja. Oké. Dus misschien kijken we dadelijk nog of je een skelterflitser bent. Maar ik zei het al, je bent linkerhoekspeelster. Wat zijn jouw kwaliteiten dan? Toch wel dat je snel op de break gaat. Dus dat is echt zodra je eigen team de bal krijgt, dat je het snelste voor bent om te scoren. Ja. En vanuit de kleine hoek, dat je daar... kan scoren, gewoon mooie balletjes kan plaatsen. Maar waarom is het een voordeel om als linkerhoekspeelster rechtshandig te zijn? Dus eigenlijk voornamelijk dat je de hoek groter maakt. Als je rechtshandig bent en richting het doel schiet, kun je om de keeper heen schieten. Ben je linkshandig, dan schiet je eigenlijk aan de verkeerde kant van het doel als je er omheen wil leggen. Dus eigenlijk is rechts heb je gewoon meer ruimte om te schieten. Wat is jouw favoriete gezonde gerecht? Even kijken, rondom wedstrijden en zo is dan misschien wel couscoussalade met kip. En anders is het een pasta gerechtje. Heb je een tip voor de kids in de basisschool die later topsporter willen worden? Gewoon altijd hard voor blijven werken, veel plezier erin blijven houden. En gewoon je doel nastreven eigenlijk. Wat is jouw droom nog?
Uiteindelijk dan toch de Olympische Spelen met het A-team. Dat is een goede motivatie. En dan net wel die medaille. Ja, inderdaad. Ja, dat zou heel mooi zijn. En opnieuw wordt een topsporter het bos ingefietst door Maurice. Je kunt duidelijk zien dat de presentator gefrustreerd is dat hij vorige week het record verloor aan Roel Jansen. Want hij kwam met één hand in de lucht als een soort toerist over de finish gerold. Zijn tijd is 51.08 en dat is snel, maar niet snel genoeg om Roel Jansen van de eerste plaats te stoten. En Angela Steenbakkers legt het parcours af in 58.20 en haar vinden we helaas niet terug op deze kaart. Kerngezond TV zit er bijna op. Denk dan nog even aan om je te abonneren op Kerngezond TV. Onder in beeld staat precies hoe dat werkt via de knopjes. Het laatste woord is dadelijk aan Angela Steenbakkers, mijn topsporter van vandaag. En ik bedank jullie voor het kijken en tot de volgende Kerngezond TV. Hoi! Kerngezond is veel plezier hebben in je sport, iedere dag. En goed voor je lichaam zorgen, dus aan de voeding denken en genoeg je rust pakken. Kerngezond TV is powered by EVT.